Mijn naam is Chef Cornelissen. Ik ben bezig met de dagdagelijkse leiding binnen de brouwerij. En ben ondertussen de zesde generatie binnen de brouwerij Cornelissen. Onze brouwerij is ontstaan begin jaren 1800 in het dorp van Opputter. Destijds als boerderij en zo verder uitgegroeid naar een brouwerij. Ik denk dat vandaag de dag, dat we vooral de nadruk leggen op onze familiale waarden. Het onderscheidt ons, doordat we al generaties op generaties eigenlijk bieren maken, brouwen. Dat we die kennis binnen huis hebben, dat we dat nog altijd in onze koperen ketels doen. Denk ik dat het een heel groot onderscheid is voor de consument die vandaag zoveel keuze heeft. Maar als ik kan kiezen voor een brouwerij met meer dan 150 jaar kennis en ervaring, denk ik dat dat toch wel een mooie troef is voor ons. De laatste jaren hebben we heel veel kwaliteitsprijzen gehaald over heel de wereld. Bij toch wel heel mooie organisaties die toch de kwaliteit zeer belangrijk achten. Maar zeker ook de mensen rondom mij of rondom het bedrijf, die zeker ook een heel belangrijk onderdeel vormen om tot deze mooie verhalen te komen. Dat is mijn overgrootvader met de Densimeter. Dat is mijn vader zalig. Hier sta ik, dat klein manneke. Ik denk dat de jongste van de groep. En bij mij is de klik zeker niet op één dag gekomen. Ik kan me herinneren dat ik als jonge knaap hier tussen de lege pakken verstoppers kwam spelen. Dat ik daarop volgend jaren later als student mijn vakantiejob kwam doen. En na mijn studies marketing en economie ben ik dan in 2004 in het bedrijf gekomen. En heb ik eigenlijk 10 jaar de tijd gehad om mij in te werken. En in 2014 is dan toch wel een heel duidelijke klik gekomen om te zeggen van oké, we gaan ervoor. De bieren worden meer en meer opgepikt internationaal. Wij stellen dat vast eigenlijk binnen Europa, maar zeker ook buiten Europa. Hoe verder dat we van de kerktoren weggaan, hoe meer dat wij zien dat ze geapprecieerd worden. Thank you.